ongehoor, onrecht breekt ons als jongeren. Het maakt dat we niet kunnen continueren in dit leven. Erkenning van onze rechten, onderwijs, appreciatie is wat wij van u vragen voor de voortzetting in deze natie. Met deze woorden beklemtoonde jeugdraadslid Kalisha Bendanon het belang van erkenning van kinderrechten in Suriname in aanwezigheid van leden en de leiding van de Nationale Assemblee. Het forum hiervoor was een door de UNICEF georganiseerde dag met als doel meer aandacht van het parlement te vragen voor deze essentiële rechten van kinderen. Kinderrechten vormen het fundament van een rechtvaardige samenleving. Waarborging van kinderrechten is niet alleen een morele plicht, maar ook een investering in een duurzame toekomst voor de jonge generatie, stelt Bendanon. Het jeugdraadslid vindt ook dat gezien de tijdsgeest aandacht besteed moet worden aan de mentale gezondheid van jongeren. Development begins when the mind speaks and the steps lead. Lijfelijke en mentale mishandeling onder de jongeren is gestegen. Potentie en waarde die elke dag weer afbreken. Wist u dat verwerping en een laag zelfbeeld onder de jongeren van Suriname de twee grootste issues zijn dat we onze carrière soms wel mislopen? NPS-DNA-lid Patricia Etnel roept op tot een verhoogde investering in jeugdbeleid. Tijdens de begrotingsbehandeling wees zij op het belang van het vrijmaken van meer financiële middelen om jeugdontwikkeling te bevorderen. Haar collega Aziz Kumar Gayadin van de VHP vulde aan door te wijzen op de noodzaak om in de toekomst te streven naar duurzame ontwikkeling voor jongeren met onderwijs en gezondheid als specifieke prioriteit. We zouden niets voor de jongeren kunnen doen met een bedrag van 3 miljoen SRD dat landelijk geïnvesteerd moet worden voor het jeugdbeleid. Daarmee doe je niks. Dan kunnen we vele mooie woorden hebben, hoe belangrijk de jeugd is, hoe goed de jeugd het moet hebben, hoe groot de jeugd het moet zijn, hoe great de leaders ze moet zijn, maar met 3 miljoen SRD doe je niets. Laten we dat als uitdaging nemen als leiders van dit land en laten we ervoor zorgen dat hoop voor elk kind altijd blijft leven. De hoop is dat Surinames jeugdbeleid wordt herzien en zal zorgen voor verbetering van de positie van elke Surinaamse jongere.